It's all I wanna do. Welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesso. Vandaag heb ik voor jullie de 2015 kerst special van GameGear.be natuurlijk. Ik heb een bestelling boven de 150 euro geplaatst omdat ik nieuwe dingen heb moeten kopen en heb willen kopen. Dus we gaan vandaag een unboxing doen. Ik ga jullie nog niet vertellen wat hierin zit. Maar wat ik wel weet is dat er binnen een week nog een kist aankomt. Omdat de bestelling die ik nu wou plaatsen niet op voorraad is. Dus knip eerst even deze blauwe koordjes eraf. Anders kunnen we de kist helemaal niet openmaken. En dat kan als deze doorgaat wel, maar hij wil niet door. Ja, let's go. Oké. We zetten even de kist neer. Mijn hond gaat even los naar beneden. En dan gaan we even de kist openmaken. Zo, de koordjes zijn weg. En de deksel, zoals jullie zien, is er af. Nou, hier heb je natuurlijk heel leuk de rekening. Dat maakt helemaal niet uit. En dan begint het wel, jongens. Het piepschuim. Hey! Het piepschuim. Het is net sneeuw, jongens. Het is echt net sneeuw. Dat gooien we er even allemaal uit. Dat gooien we er even allemaal uit, jongens. Holy shit. Kom op. Zo. Het sneeuwt nou eindelijk in Nederland. Hey! Het sneeuwt, jongens. Zo. Even door blijven gooien totdat het meetje eruit is. Waardoor we het meeste ook kunnen zien, want dadelijk zien we het over het hoofd. Echt, GameGear verpakt alles super goed voor degenen die dat nog niet wisten. Maar dat weten jullie wel als je wat bij GameGear koopt natuurlijk. Maar laten we beginnen met wat elk jaar in zit, namelijk de Monster Energy. Want ik heb een krat daar nog van vorig jaar staan. En ja, er zit dus punt 1 een ijskoude Monster Energy in. Hij is echt fucking koud. Dus die gaan we natuurlijk straks lekker opdrinken tijdens het opnemen. En tijdens het gamen kan je dan natuurlijk opdrinken ook. Maar laten we nog even wat meer piepschuim eruit halen. Want ik kon nog niet alles vinden. En hier zien we alweer wat nieuwe dingen. Namelijk een t-shirt van SteelSeries. En dat is best wel lekker. Kan ik die ook weer aandoen met het opnemen. Zullen jullie hier zien. Een mooi SteelSeries t-shirt. Die ik ook gebruik als muismat. Ik heb natuurlijk een muismat van SteelSeries. Dus deze... deze t-shirt gaan jullie vaker zo zien in de opnames. Dus die leggen we even hier neer. En natuurlijk super, en ook echt super awesome. We gaan er weer wat veel uithalen natuurlijk. Want er ligt nog niet genoeg in. En hier, jongens. Even kijken hoor. Hier zo. Dit is mijn code. Ik ga hem niet helemaal laten zien. Hier is mijn code. Voor de speciale Ultimate Crate. Ter waarde van 5000 euro. En die gaan we dus natuurlijk straks eventjes invoeren als ik mijn pc aan heb gezet. Dus die leggen we ook even bij het mistblok. Zo, blikje energy natuurlijk. We moeten natuurlijk ook wat Game Gear swag hebben. Dus vandaar krijgen wij dus een Game Gear keycord erbij, zoals jullie hier zien. En het mooie Game Gear logootje. En deze serie is best wel sick. Ik vind hem echt mooi. Dus die kan je bijvoorbeeld aan jouw keycord hangen. Dus dat gaan we ook gewoon eventjes doen. We gaan hem gelijk even openmaken. Hier zo. Zo. Papiertje gooi ik even weg. Huppakee. En dan hebben we hier. Mooi. Zo'n ringetje. Ik weet niet of je het goed ziet. Die doe je dan zo eraan. En dan heb je je mooie keycord. Met het Game Gear logo eraan. Zoals je hier ziet. Dus dat krijg je er waarschijnlijk ook bij als je hem koopt. En als het goed is. Zit er dan niet meer heel veel in. Even kijken. Nog een... MSC deurhanger. Deze is wel mooi als ik ga opnemen. Er staan natuurlijk I'm sorry, Bussy Gaming en I'm not here. Maar deze ga ik natuurlijk gewoon ophangen als ik aan het opnemen ben of iets. Want als ik aan het gamen ben, kunnen mijn ouders me gewoon storen. En voor de rest, ja, mogen ze altijd binnenlopen. Maar als ik aan het opnemen ben, dan heb ik wel liever dat ze eventjes buiten blijven wachten, laat me zeggen, als ze iets willen vragen. Maar hier heb ik natuurlijk een kaartje dat als er iets mis is met je bestelling, wat je moet doen. Het staat hier natuurlijk gewoon in het Nederlands en op de achterkant staat het in het Frans. Want een deel van België natuurlijk, waar het vandaan komt, is Frans. En ja, die leggen dus ook gewoon hier neer. Voor de rest hebben we nog één hele mooie poster erbij gekregen van de Elder Scrolls. Ik heb geen idee wat het is. Ik heb nooit van gehoord in ieder geval. Of het is een sticker. Eén van die twee, maar...
Ik zal hem even goed dichtbij laten zien. Ik weet niet of jullie het kennen natuurlijk. Maar je krijgt het erbij. En dan is de kist leeg. En dan het laatste ding. Wat er voor mij natuurlijk in heb gezeten, wat ik heb besteld, is een nieuwe PlayStation 4 SCUF controller. Waarom ik een nieuwe heb besteld, is dat op mijn oude is een paar keer gevallen. Waardoor dus een paar knopjes af en toe niet doen. Mijn controller loopt daarom soms uit zichzelf, et cetera. Vandaar had ik een nieuwe nodig en heb ik hem voor de kerst gekocht. Wat we dus nu gaan doen, is we gaan hem even openmaken, zullen jullie hier zien. Hij zit natuurlijk in de doos. Ik heb de oude doos, staat daar bij de way nog van mijn roze SCUF controller. Maar ik heb nu geen roze controller meer. Maar, even openmaken. Ik heb nu een freaking witte SCUF, jongens. En voor degene die het willen weten, deze SCUF, hij zit een beetje onder de poeier. Dus dat gaan we even snel eraf halen. En ik ga even mijn oude SCUF erbij pakken. Als jullie even 1 seconde hebben, wacht even hoor. Zo, doen we even weer terug. De doos dicht. Zodat we alleen even de controller hebben liggen. Hier is mijn oude controller. Zo. En ga even het verschil laten zien. Hier zit er natuurlijk Control Freaks op. En die ga ik dadelijk ook weer op deze zetten. Maar als je hier naar de SCUF pedals kijkt. Als je even focust. Kom op, camera. Zie je dat ze plat zijn. En wat deze SCUF controller heeft is. Dit zijn de SCUF Pro pedals. Ik weet niet of die goed... Ja, kijk. Je ziet wel duidelijk het verschil tussen de twee controllers. Tussen de twee pedals. Als je ziet. En natuurlijk, hij gamet super fijn. Ik zal even mijn witte Control Freak pakken om erop te doen. Want dan zijn we natuurlijk wel in stijl qua Control Freaks. Het is dan niet echt de witte kleur wit van de controller. Maar dat maakt niet heel veel uit. Zullen jullie hier zien nou, kabam. Is de controller gecustomized zoals ik hem, als ik hem wil gebruiken natuurlijk. En deze pedals zijn een stuk chiller dan deze pedals, jongens. Even serieus, ik zweer het je. Deze pedals zijn plat. En zodra je hier je vinger op legt, ja, je hebt echt een gripje. Ik zal het even goed laten zien. Focus niet. Kom op camera. Focus, motherfucker. Kom op. Ja, ja. Je ziet het niet. Maar ja, het is natuurlijk gewoon een awesome controller. Altijd SCUF is altijd goed. Ik heb in plaats, zoals jullie hier zien, dit is ook een nadeel van deze controller. Als je kijkt naar dit knopje hier zo, is het van rubber. En niet zoals de PlayStation knop normaal is. En je ziet het ook al als die kutcamera even scherp stelt. Dan is dit knopje is gescheurd. Maar het wil niet scherp stellen. Dat is een beetje het probleem nu. Want dan had ik die het makkelijk kunnen laten zien namelijk. Maar wat er dus aan de hand is, dit knopje is, zoals je ook al zien hier. Als ik hem zo beweeg, is hij gescheurd. Hier, kijk, nu zie je het goed. Hier is hij gescheurd. Waardoor hij ook al heel irritant was om mee te spelen. Deze controller, zoals je hier ziet, heeft gewoon de normale PlayStation knop. Die ook gewoon op jouw zwarte controller zit. En ik heb dus gekozen voor de witte. En ik wist zelf niet eens dat die Pro pedals erop zaten. Dat zie ik nu pas toen ik hem openmaakte. Maar de unboxing video zit er hier al op, jongens. Mocht je genoten hebben van deze video, laat even je blauw duimpje omhoog. Oh, natuurlijk Game Gear super bedankt voor deze awesome dingen natuurlijk. Ik ga hem gelijk gebruiken. En dan bedankt jullie voor het kijken naar deze video's. En tot de volgende keer, mensen. Later.